Ja, ja, jullie zijn even oude bekenden van me, daar kunnen we het lang en kort over hebben. En wij zaten vroeger op de lagere school samen. We wonen met z'n drieën in dezelfde wijk eigenlijk. Ja, klopt. Absoluut. We komen dus, nou ja, terug tot 78 gaan we wel, zoiets. Ja. Zoiets, ja. Maar vertel nu eens, jullie zijn al nou ja, ook al bijna 20 jaar een gelukkig stel samen. En, ja, bijna, ja. En jullie zijn de eigenaars van de Primera hier in Douwendalen en het winkelcentrum en van de Primera in Vlissingen sinds een paar jaar. Ja. Ja. Maar we zijn nu dus in het winkelcentrum en jullie gaan verhuizen, heropenen en jullie bestaan zoveel jaar. Vertel. Nou ja, inderdaad, toeval wil dat we morgen ook 25 jaar bestaan. Ja. Als Primera. Want ja, volgens mij is het winkelcentrum over 2 jaar bestaat het winkelcentrum 25 jaar. En ja, dat... Mijn ouders zaten er natuurlijk al vanaf het begin af aan in. Dus, ja, en dat is dus eigenlijk vanaf 74 of zo. En, ja, zoiets. Nou ja, jouw ouders, ja, dat is eigenlijk de sigarenzaak van het Westende, toch? Ja, klopt. Ja, en nou ja, ja, je ouders waren natuurlijk ook gewoon hele bekende mensen. In Douwendalen. Ja, en je moeder lachte wat vaker dan je vader. Maar ze stonden er allebei hele dagen. Ja. Het was echt ook een beetje een sigarenwinkel. Klopt, sigarenboer van Douwendalen. Ja. Maar in de loop van de tijd, want in welk jaar ben jij ingestapt in de zaak dat je mee ging werken? Nou, dat is ook alweer lang geleden, Edwin. Ik denk dat het nu zo'n 27, 28 jaar geleden is. Dat ik hier een beetje langzaam in gegroeid ben. Ja, en niet meer weggegaan. En in welk jaar ben je het dan overgenomen op het moment dat Primera werd? Of was dat daarvoor? Ja, op het moment dus inderdaad. Op het moment dat wij zijn gaan verbouwen, toen van een klein kioskje naar een Primera winkel. Is die ook steeds overgegaan. Ja, en die heb je in de loop van de tijd al een paar keer uitgebreid, maar... Dat, Leo heeft me net stiekem al een klein beetje rondgeleid achter de schermen, vind ik ook altijd leuk. En want dit was vroeger een drogisterij en een apotheek, jarenlang. Ja, klopt. Maar dit is natuurlijk, het is een enorme ruimte. Voor de schermen, zowel achter de schermen. Jazeker. Maar wat is de belangrijkste reden geweest om over te stappen? Want jullie hebben nu ook wel veel meer producten dan jullie hadden, toch? Ja, we zijn de laatste jaren enorm gegroeid. Zowel wij zelf, maar ook Primera. Veel meer in het cadeausegment zou je gaan natuurlijk. Het is al lang niet meer alleen maar in de, wat we vroeger waren, de sigarenboer. Niet alleen maar meer om de sigaretjes. Maar ja, zoals jij ziet en rondkijkt, heel veel meer cadeauartikelen. Wat is er dan zoal bijgekomen? Dat zijn dat deze dingen? Wat nu echt, wat voor ons ook echt helemaal nieuw is zoals je daar ziet, hebben we zeg maar de geurlampen. Oh, daar links. De geurlampen links en weer een kast daar links van de, daar staat Woodwick. Dat zijn dat zegt de mij ook even niks. Oké, Woodwick. Nou, en we deden ook best wel veel in boeken. Maar boeken, tijdschriften, ja, dat is eigenlijk wel een... Jawel, maar we hebben nu in plaats van dat we één boekentafel hebben, we nu echt volwaardige boekentafels, kinderboeken. Ja, en over kinderen gesproken, ik zie hier ook baby truitjes. Ja, klopt, ja, zeker. Dus dat is eigenlijk, ook allemaal... Ja, dat is toch gewoon kleding eigenlijk, hè? Ja. Voor de kleintjes onder ons. En net tot mijn verbazing word ik ook, want er zijn natuurlijk ook alweer kinderen, dus de kleinkinderen van de starters van de zaak. Maar ik begreep dat je dochter, die is ook heel enthousiast om in deze zaak te werken. Ja, zeker. Of, Ja, dat is ook zo. We hebben 3 kinderen. En Yannick en Quinty die draaien ook best wel mee. En Yannick was waarschijnlijk een andere kant op gaan, maar Quinty vindt het heel leuk. Nou, dat is super. Ja, dus wie weet. Hoe is dat met jou? Want jij staat ook bekend als een allround timmerman. En jij hebt ook je eigen bedrijf nog. Maar je werkt ook heel veel in deze zaak. Of hoe zit dat? Ja, ik probeer hier 's ochtends en 's avonds sowieso te zijn. En daartussendoor, zeg maar van 10 tot 4 of zo, dan probeer ik toch wel wat timmerwerk te verrichten. Want dat is mijn ding. En dit is heel belangrijk, het belangrijkste. Dus daartussendoor een beetje timmeren. En, Maar wie runt dan, of wie staat er ook in Vlissingen? Doe jij dat ook? Of hoe? Ja, ik ben overal te vinden. Ja. Ik verdeel mijn eigen over 2 winkels heel vaak. Maar de tijden dat je tussen hier met jij en 2 mensen personeel deed, dat is wel voorbij. Die is al een poosje. Hoeveel mensen werken er hier nu in Middelburg? Hier in Middelburg? Ja? Hier in Middelburg heb ik 4 meiden echt rondlopen. Oké. Ja. En dan nog wat mensen in Vlissingen? En ook nog wat. We hebben in totaal 12.
12, 13 meiden. Ja, het is echt. Allemaal meiden ook. Alle dames. Ja, klopt dat? Ja. Dat is wel een klein paradijs. Of is het ellende? Ik zag Ilse, die loopt terug nog steeds. Die is al 22 jaar in de buurt. 22 jaar. En Astrid, als nieuw gezicht, die komt volgens mij ook uit Douwendalen van oorsprong, of niet? Ja, ook uit Douwendalen. Ja, we zijn erg gehecht. Nee, en het heeft niet zo heel veel te maken met de openingen. Daar gaan we het ook niet te lang over hebben. Maar hoe is het met het winkelcentrum? Maar er zijn heel lang verhalen geweest over wel verbouwen, nieuw winkelcentrum. Ja. Maar er zijn wel wat ontwikkelingen nu, toch? De ontwikkelingen die waren juist van de baan geveegd. En daar zijn we eigenlijk te lang mee bezig geweest. Ja. Of te lang ons hoofd op gevestigd. En begin dit jaar hebben wij voor onszelf zoiets gekozen. Nou, oké, het winkelcentrum blijft. Nou, wij gaan dan vast een voorzetje geven. Nou, we gaan gewoon weer nieuw leven. Er is nu duidelijkheid dat er niks gebeurt vanuit de... Dus gaan jullie gewoon zelf dingen laten gebeuren? Ja, als VVE gaan we gewoon de boel aan de buitenkant opknappen. En wij hadden zoiets van, nou, dan gaan wij gelijk een stap zetten om een mooie grotere winkel te realiseren. Ja. En dat is wel gelukt. Ja, stap 1. En is dat toevallig ook al bestemming voor jullie oude pand? Want jullie laten natuurlijk ook een leeg pand achter. Klopt, ja. Is er al een gegadigde voor? Er zijn wat gegaan. Ja, maar dat is fijn, dus dat komt dat vast goed. Ja, daar hebben we alle vertrouwen in. Ja. Hey, maar hartstikke leuk dat jullie hier zijn begonnen. Ik wens je, de opening is morgen woensdag om 10 uur. Of hoe laat? Half negen. Hartstikke leuk. Elke dag half negen. En iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen. Zo, iedereen is van harte welkom. Ja, we moeten nu natuurlijk vanwege corona moeten we een beetje oppassen. We hebben genoeg ruimte, dat wel. We willen ook heel graag aan iedereen onze winkel laten zien. Alleen we moeten natuurlijk, we zijn vanaf morgen elke dag. Hey, dank jullie wel voor de toelichting en heel veel succes. Jij ook bedankt. Graag gedaan, dankjewel.